Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met mevrouw Rehana Lal-Mohammed. Zij heeft een boek geschreven, maar het is niet zomaar een boek. Er zit enorm veel diepgang achter. Ze heeft er ook jaren heel veel zorg en aandacht aan besteed, maar uiteindelijk is de pennenvrucht ready. En de titel van het boek heet Hanna vertelt over de slavernij. Het mooie van het boek is dat het boek eigenlijk tweeledig is. Omdat je, als je het boek omkeert, dan heb je een ander verhaal. En dan praat Hanna over de Hindoestaanse immigratie. We gaan nu met de schrijfster praten over het boek. Die natuurlijk heel erg resoneert in Suriname. Maar voornamelijk geschreven is om vast te leggen. En om ook de mensen in Nederland meer te laten weten over deze twee hele belangrijke gebeurtenissen in de Surinaamse geschiedenis. What we need is a little Q-Time. Goeiedag Rehana, hoe gaat het met jou? Welkom in Q-Time. Ja, dankjewel. Goeiedag Odette. Gefeliciteerd met je prachtige publicatie. Nou, dank je. Zeker. Ja. Het is heel mooi om te zien, omdat er toch wel een nog steeds gekozen wordt voor het vastleggen van verhalen. Dat heb ik ook al gemerkt de laatste tijd, dat mensen toch wel vinden dat er te weinig gelezen wordt en dat dingen gewoon vastgelegd moeten worden. Dus het is toch wel een trend, heb ik het gevoel, dat dingen ook daadwerkelijk ook weer worden geschreven. En ik vind het daarom heel mooi dat je daarvoor hebt gekozen. Maar vertel ons wat meer over de reden, de achtergrond, waarom je gekozen hebt om dit project uit te voeren. Hoe ik erop ben gekomen om dit boek te schrijven. Ik ben onderzoeksassistent van professor Chan Chuni. En in 2013 heeft hij zijn boek afgerond over de Hindoestaanse immigratie. Zo'n dikke pil. En daar heb ik wat interviews voor mogen doen. En op een gegeven moment kwam hij terug uit Mauritius, dacht ik, een van zijn reizen die hij had gemaakt. En hij gaf mij een prentenboek. Dat was dus echt een prentenboek. En dat ging over een jongetje wat met een schip weg voer en ergens belandde. En met heimwee terugdacht. Toen zei hij tegen mij, hij zei, Rehana, ik heb ontzettend veel gepubliceerd. En ja, ik zei altijd tegen hem, Chami, ga die dikke pillen van je lezen. En we maakten er wel eens grapjes over. Maar we zijn er heel trots op. En toen zei hij tegen mij, ik zou het leuk vinden als jij iets schreef. Want jij hebt wel die connectie met kinderen, met ouders, met school, opa's, oma's. Om op dat niveau met de kennis die je nu hebt, hè, die we samen opgebouwd hebben, om iets te leveren. En het klopt, want ik heb als docent gewerkt in het basisonderwijs en voornamelijk groep 7 en 8 voor mijn hoede gehad. Ik ben toen na gaan denken, want ik heb al die jaren heb ik de kinderen willen vertellen waar ze vandaan kwamen. Want ik miste dat in de geschiedenisboeken. Ik ben op het internet gaan kijken. Ik ben echt alles gaan verzamelen. En door de jaren heen had ik een dossier. Had ik heel wat bij elkaar geraapt. En door het reizen ben ik ook foto's gaan maken, interviews, verhalen bij elkaar. En dan heb je daadwerkelijk veel meer kennis in je rugzak. En dacht ik, nou ja, dan ga ik daar iets mee doen. Dus vandaar dat de professor ook zei van Rehana, samen iets maken en we gaan er en kijken waar we op terecht komen. Ja, dus, maar het is een hele reis geweest hoor. Ja, dat geloof ik wel. En Hanna is dus inderdaad wel een kind. Dus het verhaal wordt wel verteld vanuit een kinderperspectief. Hanna, dat is mijn huisnaam. Dat dacht ik al. Ja, Hanna, dat is mijn huisnaam. De uitgever en een goede vriend vroeger, die kwamen erop. Die zei tegen mij, ja, het boek moet verteld worden. Want het is leuk dat je nu wat geschreven hebt. Maar het zou leuker zijn als het boek werkelijk uit kindperspectief werd verteld. Hoe gruwelijk het verhaal ook is, hoe ernstig het is.
Maar het is wel prettig als een kind het vertelt. En hoe ga je dat doen? En toen zeiden ze tegen mij, ja, weet je wat, we gaan een poppetje van jou maken. We gaan een poppetje van jou maken, zet jezelf erop, en, want jij vertelt het. Dus, en toen dacht ik, ja, dat poppetje wil ik geen Rehanna noemen, maar toen kwam mijn moeder ermee en toen zei ze tegen mij, weet je wat, doe je huisnaam maar. Toch maar want, dicht bij je hart houden. Het blijft dichtbij, ja, precies. Ja, inderdaad. Oké, okay, maar dus, Hanna vertelt dus twee verhalen. Ze vertelt over de Hindoestaanse emigratie en over de slavernij. Maar ze vertelt ook echt, hè? Dat is ook echt inderdaad het perspectief. Dus vertelt, vertelt ze het ook een beetje als een geschiedenisles? Hoe moet ik me dat voorstellen? Precies. Mensen moeten dit weten. Ik ben zelf in de staan, maar dit is belangrijk. Hoe zijn we ook vervoerd? Maar wij mogen natuurlijk niks zeggen. We moeten alleen zeggen, oh, wat leuk dat het er staat. Wat leuk dat je het kunt zien. Toch? Ik heb liever naast je kunnen zitten. Wat leuk dat je het vastgelegd hoor. Wat zeg je? Wat leuk dat je het hebt vastgelegd. Ja. Absoluut. En dan zie je, kijk, maar weet je, het schudt mensen ook wakker als je dit soort dingen zichtbaar maakt. Ja. Het is wel direct voelbaar inderdaad. In Amsterdam heb ik eigenlijk het boek op een gegeven moment gehouden en ben ik gewoon gaan bladeren, zonder te praten. Want ik vind oudere mensen, het kan zijn dat ze ook niet kunnen lezen. Snap je? Of de letters te klein vinden. Of het geduld niet hebben. En wat je dan moet hebben is dat de tekst voor zich spreekt. Is erg belangrijk dat de tekst of de illustraties voor zich spreken. En dat de mensen alleen al door wat ze zien, kunnen vertellen. Kijk, deze dingen, ik ben naar verschillende musea geweest. In Amsterdam, in Rotterdam, ik ben naar Engeland geweest, in Ground Zero. En daar heb ik foto's gemaakt. Ik heb zo'n schip bezocht, heb ik foto's gemaakt. En toen heb ik, dus ik heb van alles heb ik foto's gemaakt, heb ik materiaal gezocht. En heb ik bij elkaar gezet en heb ik tegen Jim gezegd, zo moet het, zo. Nee, dat water moet niet licht. Dat water moet zo, aquablauw. Ik zeg niet. Ja, aquablauw. Ja, ik begrijp het. Snap je? Ja. Dat was erg belangrijk. En dit, die six packs die je ziet, dat heeft die drukker gedaan. En uiteindelijk had hij ze allemaal bloot neergezet. Toen heb ik gezegd, German, dat ding moet naar kinderen gaan. Dus we gaan niet met blote tieten rondlopen. We gaan ze een beetje netjes. We gaan die armen eroverheen doen. Dus dat was erg belangrijk. Hele belangrijke dingen. Dus ja, toen zijn we opnieuw gestart. Dus waren we weer een jaar verder. Ja. Zo ging dat. De platen zijn spreken voor zich. De tekst ondersteunt goed, maar de tekst ondersteunt niet alleen. De tekst is belangrijk. Want als tekst niet klopt, dan... Net, ik bedoel, jij bent de tekst. Als jouw tekst niet klopt, kunnen die plaatjes leuk zijn, maar gaat niemand meer kijken. Snap je? Dus in die zin is het hier ook. En wat ik ook gedaan heb, ik heb een koppeling gemaakt tussen Nederland en Suriname door beide monumenten erin te plaatsen. Zodat die twee landen met elkaar verbonden blijven. Die verbondenheid, die is er. Ik bedoel, KLM vliegt heen en weer. SLM vliegt heen en weer. Toch? Dan is het ook leuk beide te noemen. Want die ouders gaan ergens naartoe. En als je naar de bevolking bij ons kijkt, Odette, ik weet niet of deze generatie, hè, of ze Suriname aan zullen doen. De komende generatie. En daarom vond ik het ook belangrijk zo'n boek uit te brengen. Want dat is dan ook een stukje heimwee van de ouders. Maar verklaart ook voor die kinderen waar ze vandaan komen. Want er gaat werkelijk een generatie straks verloren.
Maar dat is ook de nieuwe maatschappij. Dat is de diversiteit. En dat mogen we niet ontkennen. We moeten er open voor staan. Dat kinderen in een diverse samenleving opgroeien. Ja. Is erg belangrijk. Ik kan me voorstellen dat je Hanna laat vertellen over de Hindoestaanse immigratie. Want dat is natuurlijk jouw komaf. Maar waarom heb je gekozen om dat te combineren in het boek met de slavernij? Want je had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, je combineert met de immigratie van de Javanen. Want die komen ook uit een ander werelddeel. Die zijn ongeveer ook in dezelfde periode naar Suriname gekomen. Maar je kiest wel voor de slavernij. Wat is jouw gedachte geweest daarachter? De slaafgemaakten waren de eerste die hier naar Suriname gebracht waren. Ik bedoel, je had hier de inheemse bevolking, maar de slaafgemaakten die werden hier naartoe gebracht om op de plantages te werk gesteld te worden. En na de periode van de slavernij werden arbeidsmigranten uit verschillende landen hier naartoe gehaald om het productieproces in stand te houden. Dus vandaar dat ik zeg, nou ja, je hebt het dan over je roots, maar geschiedenis gaat veel verder. En vandaar dat ik zeg, ik wilde de slaafgemaakte, de slavernij wilde ik erbij hebben. Want het vervolg daarop is dus dat de migranten hier naartoe kwamen. Ja, natuurlijk. En de Hindoestanen, daar heb ik nu voor gekozen, omdat het even dichter bij mijn hart lag, klopt. Tuurlijk. Maar ik heb wel, ja, absoluut, dus je hebt wel gelijk, maar ik heb wel de andere erin genoemd. Ja, dat moet ook natuurlijk wel. Hè? Maar als je daarnaar kijkt, dan zijn het in principe de Hindoestanen en de afstammelingen van de slaven zijn de twee grootste groepen in Suriname qua bevolkingsdichtheid. Dus dat is ook, zou ook een mooie samensmelting kunnen zijn. Hoe je het ook draait of keert, het zijn twee hele belangrijke fundamenten van de samenstelling van de Surinaamse gemeenschap. Oh, maar het is nooit mijn bedoeling geweest iemand over te slaan, hoor. Want dat doe ik absoluut nee, niet. Nee, nee, dat bedoel ik ook niet, hoor. Elke groep even belangrijk. Ja, natuurlijk. En ik vind ook dat elke groep zijn eigen bijdrage heeft geleverd op eigen manier, hè? Het opent alleen de deur voor de serie. Nou, je zegt het goed, want ik heb hier wel heel lang aan gewerkt. Ja. En het is niet alleen mijn bedoeling geweest de Hindoestanen te benadrukken. Dus het zou kunnen zijn dat er in het vervolg een andere bevolkingsgroep aan de orde komt. Maar dat vraagt ook weer om onderzoek. En ik hoop dan niet dat ik er weer 15 of 9 jaar over doe. Volgend onderdeel van je levenswerk heet dat. Zeker. Laat me deze vraag stellen op persoonlijk niveau. Je hebt natuurlijk heel erg veel jaren, dat zeg je net, erover gedaan om de research te doen voor zeg maar dit boek. Voor het uiteindelijk tot stand gekomen is en geworden is wat het is vandaag. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd uit dit traject? Alles wat er gebeurt in het leven en mensen die bij elkaar komen zoals nu in Suriname, de diversiteit die er is, dat de kinderen de rekening moeten worden van de geschiedenis. Dat vind ik erg belangrijk. En daarom vind ik, we mogen niet vergeten wie we zijn. Daarom vond ik het ook belangrijk dat het in boekvorm verscheen, zodat kinderen het niet meer hoeven uit te zoeken. Zodat opa's en oma's, die er straks niet meer zijn, dat we daar geen spijt van hebben, dat we die nooit hebben kunnen vragen. Want dat gebeurt veel. Hè? Zelfs toen ik op zoek was naar mijn verhalen, kwam ik bij ouderen, ik maakte afspraken en 3 maanden later hoor je, ja sorry, ze zijn er niet meer. Dus het verhaal was verloren gegaan. En met zo'n boek naast je in huis kun je je kind toch op weg helpen en kun je toch vertellen waar we vandaan komen. En dat is heel erg belangrijk. Kijk, hier in Suriname is dat heel gewoon en is dat heel zichtbaar. Maar in Europa is dat natuurlijk ook zichtbaar, maar staat het niet in de geschiedenisboeken. Dus dan moeten ze het van kofferverhalen halen. Ja. En feestjes, dan wordt er gesproken over van alles en nog wat. Maar als er nu een boek is en je neemt het mee naar opa of oma, dan is het veel makkelijker om over geschiedenis te praten. Leuker.
Daar ging het mij om. geïllustreerd erbij, het ziet er mooi uit. Weet je, het is vanuit het Ja, kinderperspectief geschreven, dus veel absoluut. voordelen om het op die manier prettiger te maken, om ook over moeilijke onderwerpen te praten, zoals slavernij. Want dat is natuurlijk ook Zeker, hele zeker. kunst om dat te doen. Ik wilde wel zichtbaar maken hoe het is gegaan, zodat iedereen zijn eigen mening daarover kan vormen. Ja. En zodat het ook wel zichtbaar is. Oké. Okay. Nou, het boek is er. Wat is het plan met het boek verder? Want dat is natuurlijk nu aan de orde. Eerst moet het boek er zijn. En dan gaan we het boek verder verspreiden, distribueren en onder de aandacht brengen van de doelgroep, de kinderen voornamelijk. Hoe is het pad daarvoor uitgestippeld op dit moment? In Nederland ben ik benaderd door heel veel mensen. En we gaan kijken, want het ligt nu in de boekhandel. En als het in de boekhandel ligt, dan is dat heel prettig. Dan gaat het naar de mensen, gaat naar de bevolking. Dus dat was de eerste set. Scholen, daar willen we het ook hebben. Dus het kan zijn dat er straks een schoolplan komt en dat er werkbladen gemaakt gaan worden voor de scholen. Dat moet allemaal besproken worden als ik straks terug ben. De slavernij, dat wordt op 1 juli herdacht. Ja. Dan is de kranslegging. Ik loop dan straks ook mee. En ja, in die week heb ik het ook ontzettend druk en ben ik overal uitgenodigd. Ik ga nu even genieten van het feit dat het boek uitgegeven is. En ik ga mijn oren spitsen en wil van iedereen horen wat de plannen zijn. Maar wat ik wel heel leuk vind, is alle enthousiasme van iedereen. En eerlijk, iedereen wil meehelpen. Iedereen wil een bijdrage leveren. En het is heel prettig dat het goed ontvangen wordt. En dat men erachter wil staan. Ja. Dus laten we dat even laten landen. En laten we iedereen de kans geven om zijn woord erover te doen. Fantastisch. Nou, Rahana, hartelijk gefeliciteerd. Het is een effort geweest van jaren. Maar het resultaat is daar en het ziet er prachtig uit. Het is nogmaals iets wat je hebt vastgelegd. En ja, dat kan niemand meer van je afpakken. Het is levend, het is echt. En nu zal het zijn bijdrage leveren aan de groep en de bedoeling waarvoor je het hebt geschreven. Dus nogmaals gefeliciteerd. Heel erg veel succes met het vervolgtraject. En nogmaals, de deur naar de serie is open, dus hou ons op de hoogte. Dankjewel, Odette. Heel veel succes Fijn, ermee. Geniet, hè? Geniet ervan, ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja, toch? Dat is ook heel erg belangrijk. Zeker. Ja? Je zegt het. Ja, absoluut. Dankjewel. Oké, is goed. Bye. What we need is a little cute time. Dat was dus de Q-time met Hannah Lal Mohammed. Zij heeft het boek geschreven. Hannah vertelt over de slavernij en Hannah vertelt over de Hindoestaanse immigratie. Het is een boek dat helemaal op Surinamers lijf geschreven is in Nederland, maar desalniettemin ook belangrijk voor Surinaamse kinderen, jongeren en ouderen die het verhaal van de afkomst en de geschiedenis van ons hier in Suriname willen doorvertellen op een leuke, illustratieve, mooie, laagdrempelige manier door middel van een boek, een verhalenboek en de mooie plaatjes in de hand. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.